De keiharde nee tegen de komst van een koffieshop is van tafel bij het CDA in Noord-Oostpolder. Dat zei fractievoorzitter Marjan Uitenwilligen maandagavond na een themabijeenkomst over softdrugs in het gemeentehuis. De CDA-fractie is sinds jaar en dag de grootste fractie in de gemeente en was altijd fel tegenstander. Het gaat om het beste concept voor de Noord-Oostpolder. En na deze avond zal, weet ik niet of het CDA nog zo ontzettend hard nee nooit zal zeggen. Het is nee maar. Of ja tenzij. De partij vindt nu dat er een breed beleid moet komen om drugsgebruik onder jongeren te beperken. Enkel en alleen een koffieshop is niet voldoende. Politiek, hulpverleners en belangstellenden discussieerden maandagavond in Emmeloord over softdrugs. De tendens was dat de politiek de kop in het zand steekt en dat er wel degelijk jongeren zijn die drugs gebruiken. Vanavond was een verkenning van hoe groot is het probleem. Nou, er wordt wel gezegd van er wordt echt wel veel wiet gebruikt in Noord-Oostpolder. Wordt ook op straat gedeeld. Dus in die zin is een gemis, een gebrek aan een koffieshop is een gemis. De burgemeester van Kampen, die ook aanwezig was, vertelde vooral voordelen te zien sinds er in zijn stad een verkooppunt van softdrugs is. Die koffieshop trekt ook veel klanten uit Noord-Oostpolder en Dronten. Maar loopt Noord-Oostpolder niet mijlen ver achter, want deze discussie is toch in het hele land al gevoerd, zo'n 8 jaar geleden? Ja, ik moet ook wel zeggen, in de Noord-Oostpolder is het ook wel... In Kampen is er alleen, hè? Ja, hier is het ook al een aantal decennia min of meer ontkend dat het er is. Dus ik vind ook dat het uit die taboesfeer moet komen. En ik hoop dat we er echt naartoe kunnen, dat we dit goed kunnen gaan organiseren. De politiek wil de discussie later voorzetten om te bekijken wat het beste softdrugsbeleid voor Noord-Oostpolder is.